Wat betekent dit voor Den Helder? Het havenbedrijfsleven in Den Helder biedt aan zo'n 5.000 tot 6.000 mensen werkgelegenheid. Dus het is van cruciaal belang voor de stad dat de haven van Den Helder zich kan blijven ontwikkelen. En een goede basis is, een vestigingsplek is voor het bedrijfsleven in deze stad. Dat houdt in dat wij graag in de stad en in de haven willen zien dat het bedrijfsleven ruimte blijft behouden om in deze stad zich te kunnen vestigen. En in het bijzonder dat er veel ruimte blijft in de haven voor nieuwe ontwikkelingen. Maar wat vind je ervan om grote bedrijven hier te krijgen? We moeten nieuwe markten op. Dus naast olie en gas kijken we natuurlijk naar onderhoud en uiteindelijk ook reparatie van windmolenparken. En we zijn heel druk bezig om te kijken wat we met decommissioning kunnen doen. Dus het weghalen van de infrastructuur op de Noordzee. Of misschien wel het laten staan van die infrastructuur voor waterstof en voor CO2-opslag. Nou kijk, als je een pitstophaven hebt waar mensen boodschappen komen doen en mensen komen ophalen, even kort gezegd, heb je uiteindelijk ook toeleveranciers nodig. Dus het betekent ook dat mensen hun boodschappen moeten kunnen doen in Den Helder. Betekent dat je spare parts hierop moet kunnen halen. Betekent ook dat je toeleveranciers hebt die iets kunnen bouwen en iets kunnen maken voor je. En het is prima dat we aan de ene kant Kooi Punt en Kooi Haven hebben als toeleveranciers, waar zelfs Kooi Punt een milieucategorie 5 is, waar je heel veel activiteiten kunt doen die je uiteindelijk als toeleverancier voor die Noord zij weer prima kunnen functioneren.